Dieke Maerts, absolute rocket of a shot in the 33th minute of the Netherlands. Ja, fantastisch. Ik geniet er echt gewoon. Als je, ja, hoe moet je het zeggen? Het is gewoon eigenlijk gewoon vrij emotioneel als je dat zo ziet. Als je zij die goal maakt en ja, Nederland staat, komt op 1-0, ja, is gewoon fantastisch. Vanaf het begin dat wij eigenlijk samen aan het voetballen waren, was Lieke wel degene die altijd met voetballen bezig was. De momenten dat wij zeg maar klaar waren met het voetballen, bleef zij op het voetbalveld. We hebben samen gevoetbald, dus we hebben tegen elkaar gevoetbald. Maar ik zou nu niet meer durven om tegen haar te voetballen, want ja... Zou je niet meer winnen? Nee, alles wel leuk, maar zij maakt me gewoon af. Nou, ik had tijdens de wedstrijd had ik echt het gevoel dat op het laatste moment van... Hiervoor ben ik dus naar Canada gekomen. Niemand van onze familie is aanwezig op dit moment, alleen ik. En gewoon even een moment om haar vast te houden na zo'n wedstrijd, zo'n lading. En dat is gewoon fijn. En ik vond gewoon dat ik hier naartoe moest gaan. Gewoon vanuit mijn hart. En het maakt me niet uit wat voor opofferingen ervoor moest maken. Ja, ik weet wat papa en mam allemaal voor haar gedaan hebben om haar eigenlijk op die plek te krijgen. En ook wat zij gedaan heeft. Hè. Ze is op 15 jaar naar Amsterdam verhuisd. Nou ja, dat zijn toch allemaal wel opofferingen die er gebeurd zijn. Ik pet je af. Hey, en als je in de finale staat, kom je dan terug? Ja, tuurlijk kom ik terug. Ja. Ik weet niet, ik moet maar misschien dat mijn teamleider dit ziet, maar ik zal dan toch nog een weekje extra vrij moeten hebben.